ik kan mij in deze gemeente als wethouder kandidaat stellen, maar dan moet ik mijn burgemeesterschap opgeven zo gauw ik benoemd ben. We veranderen een verordening puur voor een wens van bepaalde mensen en voor één collega. En ik vind het ook ongelooflijk jammer, ik wil het ook wel even genoemd hebben. Ik vind het ook ongelooflijk jammer voor mijn collega's, die straks wie dan ook, een van de beiden die vicevoorzitter wordt, die na zoveel ellende en zoveel discussie op social media, intern, extern, in de wandelgangen, vicevoorzitter van de raad, onpartijdig vicevoorzitter van de raad moet worden. Ik zelf ben van mening dat we de regels absoluut niet kunnen aanpassen op het moment dat je aan het spelen bent. Dus we zijn ook tegen deze wijziging van de verordening, omdat we de wedstrijd aan het spelen zijn. En verder, dit is gewoon hartstikke treurig wat mijn voorganger al zei. We moeten aan het werk en niet met onszelf bezig zijn. Dank u wel. Moet u het wel zien. De onverenigbaarheid is zo even door de gemeenteraad opgeheven. En een onverenigbaarheid is er niet waar het gaat om. Wat ik zelf jammer vind, de belangrijkste onderwerp was vanavond wie wordt voorzitter van het presidium, oftewel vicevoorzitter van de raad. Ik heb dat zelf ook 4 jaar mogen doen met veel plezier. En één ding is voor mij zeker, dat hoor je te doen los van het fractievoorzitterschap van welke partij dan ook. Ik kan me heel goed herinneren dat ik best menige discussie heb gehad met mijn toenmalige fractievoorzitter Luc Schuur. Ja, maar je moet gewoon als vicevoorzitter van de raad moet je objectief kunnen zijn. En dat is heel lastig, want je bent altijd lid van een politieke partij. Maar in dit geval zeg ik geen, want Marcel Sierman, je hebt het gewoon niet begrepen. Als je regels wil veranderen, moet je dat voor de verkiezingen doen en niet na de verkiezingen doen. Ik vind het een ongelooflijk gemiste kans van welke coalitiepartij dan ook. Verschillende punten wat in de loop van de tijd bij elkaar zijn gekomen, waar ik niet mee eens was. En ja, al die bij elkaar genomen heb ik gedacht, nou ik ga weg. Want sommige dingen kon ik niet, ging niet meer. Voor mij ging het niet meer, dus heb ik gezegd van, ga ik zelf weg. Maar nou heb je dus een eigen fractie. Ga je nu een eigen partij oprichten of ga je aansluiten bij een andere partij? Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst zien wat de toekomst mij brengt. Het is net de eerste keer dat ik een eigen fractie heb en ook dus fractievoorzitter ben. Dus ik moet afwachten wat de toekomst mij brengt. Ik moet alles even laten bezinken. De spelregels worden veranderd. Nee, daar ben ik het niet mee eens. De gemeenteraad neemt een beslissing. En die beslissing neemt de gemeenteraad op eigen initiatief. En daar heeft het college zich maar aan te houden. Als de gemeenteraad er tegen was geweest, hadden ze daar tegen kunnen stemmen.